Mart Reemans, hoe voelt dit? 6-1. Ja, heerlijk. Ik denk voor het team geen opluchting, want we hebben al twee keer achter elkaar gewonnen. En die derde is alleen maar, ja, denk ik, hoe we erin staan. Ik denk een stuk plezier is terug, spelvreugde en dat we gewoon een stuk ontspannender spelen. En dat resulteert in een makkelijke overwinning, laten we het daarop houden. In de eerste helft hebben jullie redelijk weinig balbezit, maar zijn jullie heel gevaarlijk. Was dat vooraf de afspraak? Ja, we spelen eigenlijk vanuit een compacte organisatie en op het moment te prikken naar counters, daar zijn we zeker niet te min in. Alleen ja, goed, je ziet, we moeten veel nauwkeuriger worden en ik denk dat het voor rust al 5-0 had moeten staan. Ja. Het was alweer lang geleden, hè? Oktober vorig jaar, je eerste doelpunt dit seizoen. Hoe is het dan om nu je tweede mee te pikken? Ja, zeker voor me persoonlijk is dat ook een druk van je af, want ja, als aanvaller wil je natuurlijk belangrijk zijn voor je ploeg. Lastige periode gehad, thuis, ook op het veld natuurlijk, ik speelde niet alles. Ze hadden je bijna al een beetje afgeschreven, hoorde ik. Nee, begrijp ik. Ja goed, dat heeft te maken met verschillende factoren. Maar ja goed, ik merk nu dat voor mezelf, ik begin weer fitter te worden. Ook weer spelvreugde, wat ik net zei, terugkrijg. En ook een stuk ontspannender speel. En dat resulteert natuurlijk in een doelpunt. Ja goed, het is een makkelijk doelpunt. Maar ook in het voetballen dat ik weer de mar ben waar ik eigenlijk vroeger ook was. Ja. Een beetje een bluffmannetje ben je weer aan het worden, toch? Ja, een beetje overal en nergens lopen en een irritante voetballer zijn. En dan op momenten prikken, dat is mijn ding, ja. Wat was dan de grootste oorzaak dat het niet lukte? Dat het niet lukte, ja. Waar heeft dat precies mee te maken? Ik zat sowieso niet 100% lekker in mijn vel. Dat had te maken met dingen ook thuis. Maar goed, dat is ook bijzaak. Maar uiteindelijk moet ik het laten zien op het veld. Dat lukte niet altijd, maar ik merk nu dat ik weer terugkom. En ik hoop dat ik die lijn kan doorzetten en samen met het team naar die play-offs kan kijken. Lijkt jouw seizoen een beetje op het seizoen van het hele team? Gewoon een periode niet echt goed aanwezig zijn en dan nu zo goed terugkomen? Dat wil ik niet zeggen, want ik denk dat wij gewoon constanter moeten worden. Het is vooral met pieken en dalen. En we moeten gewoon, als je nu ziet, we zitten gewoon echt in een constante lijn. Ook qua veldspel zie je dat er gewoon genoeg terugkomt en een goede lijn in zit. En ook volgende week, ja, dan ga je naar Jong Ajax, dan weet je, dat is niet een makkelijke wedstrijd. Maar dan moet je ook weer de dingen laten zien die wat we normaal ook doen. Gewoon ja, sowieso keihard werken, maar ook gewoon van een compacte organisatie gaan voetballen. En niet als dat de een gaat en de ander blijft staan. Dat werkt bij ons niet. En er is het zelfvertrouwen nu, hè, dat je een puntje kan pakken daar. Een puntje, we gaan gewoon zorgen dat we met 3 punten carnaval kunnen gaan vieren. En dan kunnen we de Polonaise lopen thuis. De Polonaise lopen en dan bovenaan in de derde periode staan en dat vasthouden zou natuurlijk dan het mooiste zijn. Dat is natuurlijk zeker een doel, want ja, daar kijk je natuurlijk met een schuin oog naar. Maar voor ons is het eigenlijk het belangrijkste om die play-offs op het einde van het seizoen te halen. En dan mee te gaan doen om die plekken naar een hogere divisie. Kunnen we concluderen, niet alleen Mart Reemans is sportief weer springlevend, MVV ook. Zullen we dat concluderen, dan houden we die lijn vast.